En wat doen die mensen hier? Wat is dit? Wat is daar de bedoeling van? Gozer, wie ben jij? Iemand heeft dus moeite genomen om de gele pijlen op te hangen, neer te zetten. En jij sloopt ze? Ja. Oh. Oei, 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 oei. Dat was gewoon prima. Hé, hey, echt, wat vind jij nou eigenlijk van kaas? Wat zeg je? Wat vind jij van kaas? Logfans opgelet. Sluit nu een nieuw internetabonnement af bij KPN met maand gratis Xbox Game Pass Ultimate en krijg een Xbox Series S cadeau. Ga snel naar kpn.com/log, want op is op. Dames en heren, welkom bij weer zo'n nieuwe Legends of Gaming. Zoals jullie hebben gezien in de vorige aflevering zit ik helaas in de Danger Zone. Maar vandaag gaat er weer iemand naar de Danger Zone en dat doen we weer in een KPN Ultimate Speedtest. En dit keer weer op de telefoon via Xbox Game Pass Ultimate. Want met Xbox Game Pass Ultimate kan je zelfs op je telefoon videogamen. Het is bizar. Vandaag spelen we Forza Horizon 5. Jullie moeten weer allemaal een tijd neerzetten. De traagste tijd, die komt in de Danger Zone bij mij. Oh. En die moet dus misschien naar huis. Oh. Het lijkt je niet zoveel te doen nog. Nee, Forza is wel een beetje mijn... Dat is jouw ding. Mijn categorie. Jouw categorie. Ja. Maar heb je het ook wel eens op een telefoontje gespeeld via de Xbox Game Pass Ultimate? Het, van zit, zit aan zo'n X-Dose controller, dus ja. Dat moet lukken. Dat is wel mijn ding. Oké. Okay. Dit is jouw challenge van vandaag. Maar jullie thuis hebben ook weer een challenge, want door deze video heen zijn weer letters verstopt. Zoals hier. Oh, zo. Zag je hem? Dat was de T van Tulp. De T van Tulp, wat het woord was. Tulp. Het woord is, het woord is altijd Tulp. Raad jij het woord van deze video? Stuur hem op via Instagram DM naar Legends of Gaming. Daar moet je het woord van de vorige video ook bij sturen. Dus twee woorden moet je opsturen. Dan maak je kans op een Xbox Game Pass Ultimate pakket. Met daarin Xbox Game Pass Ultimate, een custom Legends of Gaming controller en de Oppo Reno 8 Pro. Insane, wil je hebben. Don, succes. Dank u. Nou, gewoon voor de spanning ga ik gewoon 3, 2, 1, go. Dat is niet een hele spannende 3, 2, 1, go, moet ik zeggen, okay, hoor. Nee, maar het komt wel goed. Okay. Oh, we moeten met het vliegtuig mee. Dit is jouw ding, toch? Dit is mijn ding. Ja, maar ik weet... Is dit... Deze missie heb ik nog nooit gedaan. Oh ja, Forza Horizon is mijn ding. Maar deze dan weer niet. Okay, nee, deze specifiek niet. Okay. Maar ben je jezelf nu aan het indekken? Is dat wat er gebeurt hier? Dat je zegt, of heb ik deze wel gedaan? Want er zijn echt talloze missies wat dat betreft. Dit is gewoon de intro-missie, toch? Volgens mij heb ik deze zelf gedaan. Ja, ik zit te twijfelen. Want volgens mij haal ik de intro-missie van 4 en 5 door elkaar. Ja, de intro-missie van 4 was natuurlijk dat je samen met Max Verstappen in de winkel gewoon een auto gaat kopen. Ja, en Frank Lammers was er ook. Wil je mijn huis? Ja, Frank Lammers was er ook. Gooi, wil je mijn huis in? Dan ga je samen met hem chillen natuurlijk. Ja, ik dacht bijna, ik heb een checkpoint gemist, maar er is niks aan de hand. In principe gaat het heel lekker, hè? Ja, is prima te doen. Het is gewoon, volg dat gele vogeltje in de lucht en dan zit je wel goed. Het is ook nog niet echt hele heftige bochten of zo. Dus eigenlijk zolang je niet crasht, is hier vrij weinig Het is eigenlijk natuurlijk tot nu toe zo'n beetje alleen maar vol gas geweest. Dus... Ja, dat is wel indrukwekkend. Die vliegt heel laag. Ja, maar dat gaat spannend. Hij gaat er ook niet... Van Schiphol geweest, heb je dus... Nee. Soms dan kan je dus onder zo'n tunnel doorrijden en dan gaat dan soms een vliegtuig over. Dat is echt vet. Eén in de comments als je dat wel... Zo, zag je dat? Wat? Er ging zo'n letter. Oh! Sorry, ik zit helemaal verdiept in dit spelletje. Ja, sorry, ik wil je niet afleiden, dat is dus een muur inderdaad. Ja, ik wil je niet afleiden, maar... Ja. U van Tulp, dat kwam langs. Ja, Tulp is eigenlijk het meest gebruikte woord. Aangezien wij dusdanig Nederlands zijn, zit ik wel een beetje in de Legends of Gaming NL. Ja, klopt, ja. Dat je wel inderdaad, dan moeten we dat natuurlijk vertegenwoordigen met kaas en tulpen. Kaas en tulpen, dat zijn wel korte woorden, man. Kaas. Hey, echt, wat vind jij nou eigenlijk van kaas? Ja. Wat zeg je? Wat vind jij van kaas? Heb jij die comment nooit voorbij? Ja. Nee, okay. Ik ga dat negeren, okay. Net zoals de comment. Mocht jij benieuwd zijn wat wij van kaas vinden, vraag het gewoon even op de Instagram van Legends of Gaming. Ja, DM ons Legends of Gaming. Als je die twee woorden gevonden hebt, dan kan je ook meteen erbij zetten. En wat vind je van kaas trouwens? En dan gaat Don persoonlijk, krijg je eerst een selfie van Don, dan houdt hij de telefoon zo. Ja, zo'n Snapchat, zo. Zoals je kopje ziet. En dan zegt hij erbij wat hij van kaas vindt. Jonge kaas, oude kaas, wat is het? Jong. Jong belegen is meestal my way to go. Jouw way to go, Ik heb dus het idee dat dit je veel te gemakkelijk afgaat eigenlijk. Ja, maar dit is... chilling. Chilling. Ik was ook een beetje bang om het te jinxen, want dat heb jij eerder gedaan met Mario Kart. Door zeg maar vooraf te claimen. Nee, ik ben er niet van, man. Ik ben er niet van. Ik ben altijd heel conservatief in mijn uitingen. Mijn voorspellingen en mijn uitingen, ja.
Het mooie aan deze openingsmissie is dat het eigenlijk een beetje rigged is. Want je de hele tijd rij je als laatste. En op een gegeven moment gaan de tegenstanders dusdanig langzaam. En dan ben je ineens eerste. Er zijn wel tegenstanders. Oh, filmpje. Ja, dat was het einde. Moeten we nog even wachten wat de tijd is. Het is eerste? 3 minuut 38.601. 3 minuut 38 is de time to beat. Oké. Dit ging je echt heel makkelijk af. We hadden zelfs een heel gesprek over kaas ondertussen. Over kaas gesproken, er zit een kaasversnapering op mij te wachten. Dus ik overhandig deze weer aan jou en ik ga zitten. Een kaasversnapering? Een tosti. Een tosti, dat is meer brood dan kaas. Ik had meer een broodversnapering. Er zit kaas op. Er zit wel kaas op. Ja. Dank u. Don heeft een tijd neergezet van 3 minuut 38. Goeie tijd wel, hoor. Had het ook heel makkelijk, heb ik het idee. Hij begon helemaal te praten over kaas en zo en ging een tosti Stefan, eten. Wat vind jij van kaas? Oké, ja, daar gaat hij. Heel erg vanaf wat voor kaas. Gewoon kaas. Kaas is de algemeenheid? Ja. Nou, niet echt een mening over. Behalve van die zweterige kaas. Dat vind ik goor. Ja? Ik vind dat lekker, man. Oh. Hey, succes, zet hem op. En 3:38. Okay. Moet het doen zijn. Oké, dus hoe werkt de besturing? Je hebt drie pedalen aan de onderkant. Ja. En de rechter is dan gas en de linker is dan remmen, denk ik. En de middelste was Hoezo vraag ik dit ook aan jou? Jij bent echt de minst goede racer. Ik zit nog midden in de rijles. Dus mag ik beginnen? Ja. Ja. Oh, ik ben zenuwachtig. Hij zweet ook, hè, dat ding. Dat ding zweet, hè? Kaas, hè? Dat is die kaas. Oh my god. Oh, wat? Wow, een lijp zo'n vliegtuig. Oké, deze reactie heb ik dus bij Don overwacht, maar Don boeide het gewoon. Crazy! Dus, oh ja, kaas, wat vind je van kaas? Holy shit. Oké. Je hebt hem wel onder controle, lijkt het, maar ook misschien niet helemaal. Ik weet niet zo goed wat ik doe. Er gebeurt heel veel. Ik volg het vliegtuig, heb ik het idee. Welk merk is die vliegtuigmaatschappij? Welk merk is die vliegtuigmaatschappij, zeg jij? Ik kan niet zo goed nadenken. Oh, waarom staat er dat ik moest remmen? Dat was niet nodig. Je hebt natuurlijk bij F1 heb je dat je in die bochten kijkt wanneer je moet remmen. Dat heb je hier niet. Die kan je in principe gewoon blijven passen. Echt? Ja. Gewoon full gas de hele tijd? Full gas. Niet? Ja. Maar ik remde net. Volgens mij heeft deze auto niet eens een remschijf. Ja, maar dan is het dus ook helemaal niet per se heel moeilijk. Maar wel, nou oké, dat ga ik niet zeggen. Ik zou zeggen, als ik een tafel zou moeten laten maken van deze auto, dan... Heb je de remschijf genomen? Ja, zou ik niet de remschijf. Hij heeft dus geen remschijf, dus dat is jammer. Ah, oké. Ook al was hij €1300. €1300, ja. Ik heb wellicht een tafel gekocht met de remschijf erin van Lewis Hamilton voor €1300. Net, maar in de pauze. Wow, wie zat dat? Waar ga je hem zetten, je tafeltje? Ik denk in de hal van je huis, zodat als je binnenkomt dat je denkt, oh wow, kijk dit nou, de remschijf. Ik denk wel in mijn huis, ja. Van, hoe heet die? Verstappen? Lewis Hamilton. Ik heb niks met F1, man, sorry. Dat was niet te merken de vorige keer. Oh mijn god! Wat is dit? Een onzichtbare muur! Oh, kut, sorry. Dit is wel het tegenovergestelde van racen, dat je stilstaat. Dus dat is... Dit was gewoon mijn remschijf aan testen. Op de tijd. Ik heb het idee dat Don wel echt een hele snelle tijd heeft neergezet, hoor. Echt? Ja, volgens mij wel. Hij is 3:38 op, waar zie ik jouw tijd? Even kijken. Je zit nu op 8 minuut 17. Dus, dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Het tikt aan. Oh my god. Weet je ook waarom de wereld dit nu geraced wordt? Want ik heb het gevoel alsof dit niet echt bestaat is. Dit is volgens mij in... Wat doen die motorraces daar ook? Waar was het WK nu? Qatar. Dus in Qatar. Oh. Oei. Dat was gewoon prima. Dat weet ik niet, hoor. Ik denk dat als ik dat bij mijn rijexamen flik, dat ik hem nog wel een keertje opnieuw mag proberen. Ja, ook als je wordt achtervolgd door motorrijders en vliegtuigen? Misschien ook wel als ik word, ja. Ik weet niet, je rijdt zelf achter de vliegtuig aan, zeg maar. Dat is ik achtervolg hun eigenlijk, misschien. Ja, ja. Maar eerlijk, hij kan toch ook gewoon rechtdoor vliegen? Dat is wel een beetje gek, ja. Ja, misschien heb ik wel gelijk, ja. Wow. Kijk, volgens mij is dit bijna het einde van de race. Holy shit. Ik heb het idee dat 8 minuten gewoon ook wel een prima tijd is. Don is natuurlijk gewoon zelf ook wel... Ik wil een race zit, zeg maar. Dat is dus helemaal niet hoe je een racer. Oké. Goed gespeeld. Eerste, en? Oh, 3 minuten 46. 3:46! Shit. Het scheelt heel weinig, maar het scheelt wel. Dat betekent dat Don nog steeds op de eerste plaats staat met de beste tijd en dat jij... Oh my god, ik hoop dat het genoeg is, man. Op dit moment nummer 2 staat. Ja. Zet hem op, hè. Ja, succes. Bedankt. Jij ook. Met presenteren en zo.
De Time to Beat is van Stefan, 346. We wisten ook niet dat Don zo goed was in videogames, dus hij is heel comfortabel hier achter ons. Het is nu aan Puk. Yay. Succes. Ik weet dat racen, dat is echt, echt jouw ding. Echt mijn ding. Ja, klopt. Ja, ik mag je hebt gewoon... dus onderin heb je dus drie pedalen. En dan... Ja, ik kan wel auto rijden toevallig. Oh wel, ja, dan moet het ook wel lukken, toch? Of niet? Nog ja, ik doe gewoon nog een keer. Ja, ik, ja, kan gewoon. Daar gaan we. Voor de uitkijker van het vliegtuig, want er zitten dus motoren aan. Ja? En die blazen dus heel veel lucht. Oké. Okay. Ja. Dat kan er dus voor zorgen dat je het warm krijgt ernaar. Oh, warm. Hm. Oké. Okay. Ik ga hier die lijn weer volgen. Zet hem op, Puk. Dank u. I need it. Oh, oh. Ja, ja. Lucht in, lucht in. Vliegen, vliegen, vliegen. Wij waren nu bijna gefinished. Oh, en Stefan was echt al bijna klaar. Oh, nu. wow. Oké, okay, cool. Oh, ik ga hier door een hek heen. Oh, dat moet ook gewoon. Oh, dit gaat niet helemaal lekker. Oh, dit is een interessante die begint dus af te wijken van zeg maar... de hele grote duidelijke lijn die aangeeft waar je moet rijden. Ja, precies. Dat leek mij ik vind goed het een bijzonder. Ja, dat is dus de muur. Ja, dit muur, gaat goed. Ja? Ja, die wilde ik even checken of die sterk genoeg was. Oh, ja. Ja? De blauwe lijn is nergens meer te bekennen. Puk is op dit moment een soort van... Nee, ik heb hem weer gevonden. Oh, hem teruggevonden. Hij is terug. De lijn is terug. We zijn back on track. Ja. Ja, maar ik heb een beetje wat jij vorige keer... Wat? Dat remmen, dat vind ik een beetje lastig. Ja, dat remmen, dat snap ik helemaal niet. Ja, dat wordt hier niet uitgelegd. Ze zeggen nou niet, nou doe hier maar even remmen. Maar deze auto heeft ook geen remschijven. Want Stefan de Vries, ik weet niet of je hem kent, hij heeft dus een tafel gekocht van 1300 euro. Ja? Met een van de remschijven van deze auto erin. Oh, dat meen je niet. Dat is echt waar. Het is een bijzettafel. Oh. Bijzettafel, ja. Hij weet ook niet waar die gaat staan in zijn huis. Maar dat is eigenlijk... In mijn huis. Maar is weet jij nou een leuk plekje voor de bijzettafel? Laat het zeker weten in de comments. En vergeet ook niet @Steve te taggen. Deze auto die glijdt ook. De auto glijdt, zeg maar? Ja, hij glijdt een beetje over de weg. Hij glijdt een beetje over de weg. Dat is goed, of is dat niet goed? Dat noemen ze toch driften? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Zeg maar geen rijbewijs. Oh. Fast and Furious ken ik wel, maar daar vliegt wel dat door de lucht en zo. Ik weet niet of dat nog heel veel met race te maken heeft. Ik vind dit er behoorlijk zo uitzien eigenlijk. Vin Diesel zit er wel in. Hebben die wel eens gezien? Ja, nooit in het echt. Nooit in het echt. Ik vind het al moeilijk genoeg. Okay. Ja, sorry. Ja, neem het uit ook. Oh, we moeten remmen hier. Ja. Oh, okay. Oei, dat was een, oei. Oh, nou, dit ziet er nog best oké uit. Oké. Goeie redding. We gaan er even remmen. Oh, gaan we zachtjes. Ja. Oh. Ik moet gewoon niet rijden in dit soort... Op dit soort plekken, ik zie het al, ja. Op de racebaan. Ja. Nou, is dit een racebaan? Nou, een beetje. Ik weet niet of ze normaal gesproken ook die hele grote gele soort van pijlen hebben staan of zo. Of iedereen hier is slecht zien in de auto. Dat zou nog kunnen. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe ik het doe, eigenlijk. Maar ja, dan weten we pas op het einde. Je kan de race niet echt zien, hè? Oké, dat weet ik dus pas op het einde. Oh, ja. Dat was de gele borden kunnen kapot, zien we nu. Ja. Bijzonder. Ja. Iemand heeft dus moeite genomen om de gele pijlen op te hangen, neer te zetten. Ja. En jij sloopt ze? Ja. Het spijt, ja. Nou, tactiek. Ik zeg wel, het spijt me, maar dat is eigenlijk niet waar. We gaan even kijken wat voor invloed het heeft op de tijd. Ja, nee, dit zijn weer een paar borden die... Echt, met hoe doet ze dat? Ja, het gaat beter verrassend goed wat? Eigenlijk. Het gaat verrassend goed. Echt? Ja, we hadden in het begin even een kleine crash. Ja, en daar toen ging waren even we even mis. De lijn kwijt. Ja. Maar ja? Dit gaat aardig oké. Okay. Ja, ik begin een beetje de feeling te krijgen nu. Maar wel heel safe. Ja. Je race wel heel safe. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, ik bedoel, je hebt gezien wat er net gebeurde. Als ik dat niet doe, nou dan ben ik nog meer tijd dan kwijt. Dan gaat het wel fout, ja. Ja, dus dat moeten we niet hebben. Kwijt. Ja, hier weer een... Maar die motors die rijden ook gewoon tegen die borden aan. Ja, dat doen zij ook. Ik vind dat raar. Maar misschien hebben zij een soort van persoonlijke relatie met die man die dingen neerzet. Ja, oké. Soort van, ik zet ze weer neer hoor. En dan zeg je, ik krijg ze weer kapot. Oh, er komt hier ook weer iets aan. Ik zie het niet. Bijna het einde van de race. Bijna het einde van de race. Nou, nog even gas erop dan. Hup. Ja. Linker maar gas. Ja, maakt niet uit. Maar ik zeg gewoon linker maar. Daar zijn we. Okay, daar zijn we. Goed gespeeld. Wow. Ja, maar ja, hebben jullie ook één slippertje gemaakt? Of gewoon helemaal niet? Allebei? Ja, wel. Stefan die heeft wel echt een... Oh nee. Ik had een hele goede slipper. 4 minuten 4. Nog iets. Oh. 6-2-7. Yes. 4 minuten 4, 6-2-7. Ik bedoel, jammer. Als ik gewoon niet had... Ja, maar ik dit ga jou sowieso vergezellen, lieve schat. Dat wist ik al, dat is niks nieuws. Ik vind het gewoon ook best wel... Ja, ik vind het niet. Ja, oké, dit is wel echt dramatisch. Maar jij weet hoe het voelt, toch? Ga er niet mij erbij betrekken. Ik ben de presentator vandaag. Ik voel me gewoon. Ik voel me wel een soort van verbonden met jou. Ik voel me misschien kut, maar jij had dat ook kut, toch? Ja, dat is eigenlijk wel wat ik zeg. Is wel zo, ja. The Time to Beat is van Puk op dit moment.
4 minuut 4. Je moet sneller dan 4 minuut 4 deze race uitrijden. Maar ben jij trager dan 4 minuut 4, okay, dan zit jij in de danger zone. Wat en dan kom je dus met mij in de danger zone. Ja, ik uiteraard. Ja. Leuk. Gezellig. Ja, mag ik beginnen? Ja. Oké, laatste race. Daar gaan we. Ja. Let's go. Wat gaat je tactiek zijn vandaag? Mijn tactiek gaat zijn achter het vliegtuig aan. En voor de rest weet ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik moet doen. Ik ga gewoon een beetje gassen. Ja, okay. Het wordt een beetje instinctief, denk ik. Instinctief, oké. Okay, ja, interessant. Ja, het vliegtuig gaat nu wel een andere kant op. Ja, ik ga ook wel een andere kant op. Okay, oh, Jesus. Frank, vergeet de boost niet. Ja, en hou je hoofd koel. Ja, je nitro kan je nog gebruiken. En ja, dat, is, dat is... Je nitro is L1. L1, ja. Oké, okay, dat is L1, oké, okay, paaltje. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Oh, we komen op de weg. Oh, dat is goed. Oh, ja, dat is goed. Oké. Okay. Dit is goed. Hier had Puk al dat ene... Nee, dat, moeten we het daar echt nog over hebben? Een soort van foutje dat ze de lijn kwijt was. Oké, ja, oké. Het lijkt Frank iets beter af te gaan. Ja, ik durf ook niet echt vol in die bocht te gaan, om heel eerlijk te zijn. Niet vol in die bocht? Nee. Oké, ik heb een nitro. Oh, Jesus. Oh, even wachten. Geen nitro in. Ja, oh nee, oh wacht, het is gewoon... Nitro, klopt inderdaad. Nee. Kom, pak de nitro op, gebruik hem. Vet, dit vind ik vet. Oh. Dit is dus gameplay. Maar dit is de nitro... Ja, ik ben hier ook zo slecht in, joh. Ik weet ook niet wat ik doe, joh. Maar... Heb je de nitro al gebruikt? Nou ja, ik dacht dat het de nitro was, maar het blijkt een geel lapje te zijn aan de achterkant van de auto. Wat? Je hebt één knop op je controller wat een geel lampje aan de achterkant van de auto aanzet. Nee, maar kijk, links. Nee. Oh ja! Hij zat er al. Dus ik drukte hem in. Misschien moet je ingedrukt houden. Misschien gebeurt er wel wat. Dat heb ik al, een paar minuten lang. Een paar minuten lang heb je die al ingedrukt. Ja, precies. Oh ja. Je wil wel dat die remschijf waar Steven van zijn tafel laat maken, die krijgt wel te verduren, zeg maar. Oh zo, die remschijf moet nog in mijn tafel. En wat doen die mensen hier? Wat is dit? Wat is daar de bedoeling van? Heb jij enig idee? Gozer, wie ben jij? Ik zou het aanmoedigen, of niet? Wow. Oké, okay, ja. Maar jij rent ook af. Je bent niet iemand die dan een duif ziet of zo dat je denkt, nou, dan gas bij. Nee, dat ben ik niet echt. Ik knal tegen de zijkant aan, merk ik. Ja, dat kan. Oké, okay, hier zo en dan de binnenbocht. Zo. Oh, Jesus. Oh, ik zit vast ook. Hier raken we wat tijd kwijt, lijkt het. Kijk nou, ik zit gewoon vast. We staan stil. Nee, dit ziet er niet goed uit. Oei. Dit ziet er niet goed uit. Denk aan de danger zone, die hijgt in je nek. En gebruik de boost. Hey. Egbert is letterlijk de danger zone namelijk. Egbert is de danger zone. Kijk nou. Ja, dit vind ik wel een interessante tactiek, dat je eens elke keer even kijkt hoe sterk die muren zijn. Ik zit echt heel veel tegen de zijkant aan, ja. Dat merk ik wel. Vraag me af, wat zou er eerder kapot gaan, de muur of de auto? Laat het weten in de comments. Frank, wat vind je van kaas? Wat vind ik van kaas? Nou, jij was lekker tosti aan het eten en ik wilde er eigenlijk ook wel heen. Toen was de kaas op. Dat is een beetje de referentie die ik heb met kaas op dit moment. Dat in je hele leven de enige referentie die je hebt gehad met kaas? Ja. Waar ik even op kon komen wel, ja. Oh ja. Even kijken hoor. Hoe ver ben ik, Segbert? Ja, 71% staat hier. Oh, 71%. Dus je moet nog wel een aantal procent, maar ik kijk even op de klok. Hoeveel zit ik nu met de klok? 3 minuten 20. En de snelste tijd is 3:38, dus... Dit gaat heel spannend worden. Ja, dat gaat inderdaad heel spannend worden, ja. Als je nog een paar muurtjes meepakt, dan lijkt het er gewoon op dat je wel richting die danger zone gaat zelfs. Oké dan. De poke, het lijkt hem niet eens wat te doen. Hij is alleen maar bezig met die race. Maar kijk, oh, danger zone, oké. Ik vind het ook heel spannend, maar ik kan niet beter rijden dan dit, joh. Oh! Oh, oké. Oké. Nog 5% race, de timer staat op 4. Oh nee. Hoe kan dit gebeuren? 4:14. 4 minuut 14. Hoi. Ja. Dat betekent jongens, dat Frank in de danger zone zit. Oh mijn god. Frank. Nee. Ga je. Ja. Oh, maar je hebt ook wel ellendig lang in dit stadje gezeten. Het is jammer. Nee, ja, terecht. 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 Ik vind het wel gezellig. Ja, is wel leuk, hè? Ja, is wel gezellig. Is wel gezellig, hoor. Wie denk jij dat de Mr. Legend gaat zijn, die ons eruit gaat spelen? Ik hoop een van de OG's. Een van de OG's? Ja, dat hoop ik. Ik hoop Frank Lammers, man. Frank Lammers, toch weer. Frank Lammers, ik denk dat Chatmo terugkomt. Chatmo 2? Ja, Chatmo 2 komt terug.
Wat leuk. Heb je alle letters gevonden in deze video? Laat het weten via de Instagram DM. Stuur allebei de woorden, die van deze video en die van de vorige video, om kans te maken op Xbox Game Pass Ultimate pakket. Dat wil je hebben. Dat is insane. Wij gaan naar de Danger Zone. En in de volgende video zie je hoe één laatste legend zich misschien bij de Danger Zone aansluit. En misschien ook niet. Dat wordt dus ziek. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren in de comments. En zien we jullie in de volgende video. Woe! Yeah!